Ik heb nog steeds geen nieuw plaatje, helaas. Dus dan moet ik nog maar even naar op zoek. En anders dan moet ik mijn hel maar weer goed gaan zoeken in de pakken. Pakken, pakken. Welke pakken heeft u het nou over? Welke pakken bedoelt u nou? Nou ja, goed. Ik zal het er niet over hebben. Tenminste, ik heb beloofd niet al mijn screencasts te bezoedelen met pakken. Maar laten we gewoon de Griekse tekst erbij nemen. Hier is die. Priamos, die ligt dus aan de voeten van Achilles en die spreekt hem dus toe. En hij wil natuurlijk het lijk van Hector terug hebben. Ik vind dit echt een prachtige passage hoor, dus niet overdreven. Maar ik ga er wel snel aan beginnen, zodat je... ik lig wat achter op schema. Niet zozeer op schema qua vertalen, maar wel op schema qua screencasts inspreken. Dus daar gaan we. Ton kai lysomenos. Daar is het smekend. Lysomenos natuurlijk. Pros eipen. Krijg ik dan. Hij sprak hem aan. Sprak Priamos. Die staat hier. Ton tot hem het woord. Nou, wat zegt hij dan? En dan gaat hij natuurlijk gelijk op zijn doel af. Hij gaat namelijk Achilles' vader erbij halen. Met een imperativus mnesai erbij. Mnesai, herinner je je? En wat je herinnert moet in de genitieve staan. Patros soio. Nou, die ojo-uitgang die heb je al vaker gezien. Polemoio als tweede naamval van... Als genitieve uitgang, dus herinner je aan jouw vader. En dan wordt Achilles dus aangesproken. En die is epieikele... Theois, aan de goden gelijkende Achilles. Herinner je aan jouw vader. En dat is het Delico Hos Perheon. Een leeftijdsgenoot Hos Perheon. Zoals ik. En die is even oud als ik. En het was toch een prachtig moment. Toen bij het lezen van dit kleine stukje. Een leeftijdsgenoot zoals ik. De heer F.T. het lokaal binnen huppelde en wij net aan het vertalen waren epi olooi udooi op de verderfelijke drempel geraos op de verderfelijke drempel van de ouderdom. Kaimen even door en misschien Tairuzi, misschien kwellen hem rondom zijn, dat staat letterlijk de rondom zijn de buren. Misschien kwellen ze zijn buren wel. Hè? Alsof je bij de rijdende rechter zit en de buren het niet eens zijn met het hekje of de boom. Oede tis estin en is er niet iemand. Nou, hier heb je tis met accent. Dat accent is op tis getrokken, omdat er een accentloos estin achter staat en dan moet ergens een accent komen te staan. Dan komt hij op de tis te staan. Om arein loikon, om arein, om onheil en verderf af te weren. En ik ga verder. Al etoi kainos, kusetan zoontos okoon gairei te entumoi. Nou, en hij, maar hij voorwaar, dat etoi, gairei te entumoi verheugt zich. En Tumoi in zijn hart, in zijn binnenste. En daar hoort als participie bij dat kainos akuon, terwijl hij hoort, horend. En dan wordt een genitivus bij akuo, altijd horend dat jij leeft, wanneer hij hoort dat je leeft. En daar staat M, maar dan moet natuurlijk staan N. En hij elpetai, hij hoopt epihematapanta daarbij. Hematapanta, elke dag. En op zestai komt natuurlijk van het werkwoord horao, zien, om zijn philon wion, zijn dierbare zoon, te zullen zien. Op zestai, daar komt ons woord optiek vandaan, hè? Optiek, zelfde stam. Apotroieten ionta, nou, terwijl hij... Apo Trojeten, vanaf Troje komt. Het is eigenlijk dubbel gezegd. Hè? Apo betekent al vanaf. En het achtervoegsel ten is ook een separatief achtervoegsel. Dus wanneer hij vanaf Troje komt. Maar ik, dus dat gaat over Peleus. Maar ik, Panapotmos.
maar ik ben allerongelukkigst. Ik ben tekon, en tekon komt van tikto, baren of voortbrengen, omdat ik de huias aristus voortbracht, de beste zonen voortbracht, dat is een superlatives, in het uireiei, in het brede Troje, toon de utina familie leiftai, fami, nou, van wie ik zeg, komt van fami, dus ik zeg, en dan hangt er een ACI vanaf, en je ziet een leiftai, heb ik een perfectum van, dat er niet één utina, niet één overgebleven is. Leleiftai is een zogenaamd geaspireerd perfectum. Vaak zie je dat met een kappa perfectum, maar hier hebben we hem geaspireerd. Dat zijn een van die onregelmatige perfecta. En dan ben ik door dit deel heen. Ga ik zo snel, waarschijnlijk nog met hetzelfde plaatje, door naar de volgende, zodat ik even wat inhaal in het tempo.